Mm-hmm. Ik heb altijd wel scharreltjes gehad. Mm-hmm. Leuk. Leuk en aardig. En dit was eigenlijk echt mijn eerste serieuze relatie na mij trouwen. En ik dacht echt oprecht dat ik nooit meer van iemand kon houden. Oh, wauw. Ja. En daar ben ik hem ook dankbaar voor. Ja. Ik kan nog wel van iemand houden. Hou je bek! Ik lig weer te maken. Single. I'm back again. Slide in the DM. Nee. Jawel. Oh, nee. Jawel. Nee. Alleen geen naaktfoto's. Nee. Daar, die krijg je genoeg, hè? Piemols en zo. Nee. Weet je, ik doe het gewoon rustig aan. Ik zie wel. Oké. Okay. En wat bij elkaar hoort, zal bij elkaar komen. Dat denk ik ook. En je bent een hartstikke leuke vrouw. Ja. En je wordt, die wordt ineens... En ik heb alweer gedate. Oh. Ik heb ook alweer gedate. Oh joh. Ik heb al lang weer gedate. Met één persoon of heb je alweer meerdere dates met meerdere mannen gehad? Nee, ik heb met één persoon heb ik gedate. En? Ik heb wel gekust. Wel, en voor herhaling vatbaar? Ja, weet je wat het was? Oh, nou nu komt het hoor. Mag ook wel beeld. Maar ik dacht dat hij ouder was. Ik dacht echt dat hij 38 of zo was. En hij zag er ouder uit. En hij was hier. En toen zei ik, ja, hoe oud ben je nou precies? Zei hij, ja, 32. Ik zei, oh, je bent echt jong. Dat is gewoon kut. Kan gewoon niet. Hoe oud ben jij? Ja, 25. Nee, maar, sorry, dat ga ik gewoon. Oké, okay, nee. Dus, maar het was echt heel leuk. Het was echt heel gezellig. Maar ga je hem daarom nu niet meer spreken en ja, zien? Ja, weet je, ik vind dat wel een dingetje, 32. Ja, maar goed. Ja, daar voel je niks van, dat weet ik. Maar het is wel, weet je, ja. Oké, okay, dus... Ja, dus ik heb wel gedaan. Oké, okay, dus we doen nog even een oproep. Je moet, hoe oud zijn? Ja. 35 plus? Ja, 35 plus. 35 plus. Dan mag je wel blijven. Ja, misschien wel.